mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij Pokémon Emerald Randomizer episode nummertje 800 is alweer. Holy motherfucking shit, dat gaat hard in de Pokémon Superweek. Dat betekent dat ik deze hele week Pokémon ga uploaden van maandag tot en met zondag. En we zitten nu op natuurlijk 3 video's per dag. En het houdt in dat vandaag wij de tweede video zijn op de woensdag, op de derde dag. Goed, nummertje 8 is dit. Let's fucking go. Ondertussen zie ik hier Wally staan. Hallo Wally. Tegen zijn oom. Oma dude. Ik wil tegen zijn Pokémon gym vechten. Please, mag het please. Nou, wacht even Wally. Want je bent Pokémon, je bent sterk geworden. Maar je moet niet gaan vechten met een gym. Bla 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 bla. Oké, weet je wat? Hij wil tegen me vechten. Daar komt het op neer. Ralts. Of Wally wil vechten met zijn Ralts. En hij wil tegen me vechten. Ik ondertussen heb mijn Pokémon getraind in de vorige episode. Want de vorige episode heb ik laten zien dat mijn Pokémon niet sterk genoeg waren. Maar ik had nogal veel struggles. In ieder geval uit een Ralt. Nou, ik heb Sparky. Aan level 19. Volgens mij, ik heb wel één probleem. Volgens mij gaat Sparky geen aanvallen meer leren. Aangezien hij al geëvalueerd is. Dus geen elektriciteitsaanvallen. Dus daar baal ik wel een beetje van. Maar, we houden hem in het team tot ik een leukere elektriciteitspokémon vind. Dus nogmaals, wat vinden jullie? Moet ik hem houden, Electrode? Terwijl Sparky. Of moet ik een andere Pokémon gaan zoeken? Want, voor nu gaat het niet zo lekker. Want tussen het Hercules de Exponchar gekregen. Mijn Heracross. Want die is mijn laagste Pokémon. Level 18. Goed, in ieder geval Wally verslagen. Onkel, eigenlijk gaan we toch naar de Venda Turf Town. En het is moeilijk om een trainer te zijn. Bladibladibla. Ach, hou toch je kanus, man. Oké, ze gaan naar huis. Oh, ook komt Dylan. Ik heb een trainer. Ik heb eigen Wally. Ik had een Pokémon. Oké, ik moet naar Venda Turf Town. En dan kan ik chillen met Wally en dingen. Oh, komt hij weer. Oh, komt die motherfucker weer. Steve Rotop. Scott heet hij. Ja, Scott, haha. Ik was kijken naar die match. Ja, ja, ja. We hebben een paar slagen, hartstikke goed. Goed zo. I'm cheering for you. Ja, nu ben je mijn fanboy. Ineens Scott. Je weet. Wacht maar op de Pokémon League. Druk mijn Pokémon League haal. In ieder geval. Het is tijd om naar binnen te lopen. Bij de volgende badge. Want tussen mijn Pokémon getraind 25, 19, 18, 22 en 24 level. Flamie. We gaan kijken of ik hier naar binnen kan om Watson, de elektriciteitstrainer, te verslaan. Nou, deze battles. Oké, het is dus weer een puzzeltje. Maar ik denk als ik goed loop. Dat ik iedereen kan omzeilen. Denk ik hoor. Ja. Oké, niet dus. Ik heb een foutje gemaakt. Je ziet het al. Ik moet battelen met deze dude. Nou, dat is geen probleem. Dan ga ik met deze dude even battelen. Voordat ik met Watson ga vechten. In ieder geval, we hebben twee jongste banner, twee Pokémon en een Zigzagoon. Nou, gelukkig is Bruce vooraan. Hij is normal tijd. Dus Karate Chop. Moet genoeg zijn om in één keer knock-out te klappen. Gewoon brap! Kratenchop, hartstikke vet. Bruce, bent lekker bezig, jongen. Helaas had ik hem nooit kunnen laten evolueren in een Machamp. Omdat ik dus inderdaad geen Pokémon trade systeem heb in deze serie. Ik weet ook heel veel Pokémon, heel veel Pokémon fans van die vraag deel. Laat even zien hoe je dit downloadt. Ik ben aan het twijfelen. Weet je wat? Ik ga het doen in de volgende episode. Dus volgende episode, dus episode 8 komt niet vandaag online. 9. Het wordt een hoe download ik dit, ja? Dus de tutorial komt er dus aan hierna. Oh, fucking hell, deel. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? Oké. Zo moet die. Wat ben ik nou allemaal aan het doen, man? Ik wil geen zin met jullie twee te vechten. Het is zo. Man, ik kan in één keer naar Watson lopen. Oh, nee, niet. Nog niet. Die moet ik hebben. Nu ga ik naar Watson. Yeah, buddy. Goed, we gaan voor badge nummer 3. Want ik heb er al 2. Toch? Ja, ik heb er al 2. Ik had de Stone Gym en de Fighting Gym. De Fighting Gym met de hak over de sloot. En nu ga ik voor deze. I'm giving up among my plans to cover the city. I have. And so I put my time into making door traps in my gym. Hij heeft veel gym traps gemaakt. Ja, goed zo. Wat heb je gevonden? Wat is dat? Je hebt al die Rick doors heen gekomen. Yep. Dat was een beetje lastig, maar goed. Oké. Dat is amusant. Ik ben Watson, de leider van de Marvel City Gym. En hij zal me electrocuteren. Ik denk dat hij elektriciteitspokémon heeft. Maar we gaan het zien, Watson. Ik ga je kapot maken. Wie de Watson wilt vechten met een Voltorb? Ik heb al een Electrode. Met lager levels, ja, Voltorb, though. Maar maakt niet uit. Oké, hij sparkt. Zie je, hij heeft al spark. Dat heb ik dus nog niet op mijn Pokémon. Hopelijk krijg ik van hem een elektriciteitsaanval. Oh! En een one-shot Karate Chop gewoon. Kataa! Recht op zijn fucking bolle hoofd van die Voltorb. Voltorb dood. Lekker gedaan, Bruce. Je bent echt een baas, jongen. Bruce is echt een baas. Electrike. Til een Pokémon veranderen? Nee, ik denk dat ik Seismic toch ga doen. Want dat gaat zeg maar hoe hoger de level, hoe sterker het aankomt. Dus we gaan kijken. Oh, aan het haal. Oh nee, niet houden naar mij. Oké, zijn attack gaat omhoog door haal. Seismic toss. Dan gaat hij omhoog. En dan stomp ik hem neer op de aarde. Boom. Oké, niet zoveel damage. Volgens mij doet Karate Chop veel meer damage. Oh, shockwave. Nee. Hoeveel damage is dat? Oh. Wat daar?
karate chop van mijn fucking macho ook, jongen. Echt. Bruce is echt de held van de serie. Normaal gesproken was het altijd, zeg maar, oh nee, mijn Lapras, Lappie. Maar Bruce betekent wel, hij is fucking paralyzed. Daar word ik niet zo vrolijk van. En Magneton. Wil je Pokémon veranderen? Ja. Magneton is de evaluatie van Magnemite. En Magneton is dus ook elektriciteit. Maar met metaal. En dat is in de vorige episode, weet je nog. Metaal gaat slecht tegen vuur. Dus, als ik een embertje doe, moet het, als het goed is, aardig wat damage doen. Dat is nice. Thunderwave. Ah, man. Gaat hij mijn Pokémon fucking paralyzen ook. God damn it. Sonic Boom. Oeh. Oké. Okay. Maar als het goed is, is hij wel neer. Boom. Lekker. Het had nog één Pokémon over. Volgens mij gaat hij een Raichu. Manectric. Oh, nee, niet. Manectric. Raichu was natuurlijk van de vorige Pokémon. Van de Pokémon Rood. Dat is de Pokémon van de LT Search. Manectric. Welk level is hij? 24. Oké, ik haal deze nu even in. We gaan kijken hoe ver we gaan komen met alleen maar eventjes Flamie te gebruiken. En daarna gaan we wisselen naar de andere Pokémon. We gaan het zien. Flamie! Bah! Emberum! Oeh, echt weinig damage. Dus deze battle, ik zie het al, wordt pittig. Vooral nu allebei mijn Pokémon paralyzed zijn. Mijn sterke Pokémon. En Flamie is paralyzed, hij kan niet bewegen. Dat bedoel ik. Oké. Hij blijft howlen. Dat betekent dat zijn aanval alleen maar omhoog, omhoog, omhoog en omhoog gaat. En Flamie is weer paralyzed. Oh god. Nou komt er een hele sterke shockwave aan. Please! Woe, had echt veel damage. En mijn Ember doet me amper wat. Oké, chill. Hij is geraakt, maar hij heeft een fucking berry. Is het battle? Je ziet het al. Hij gaat lastig worden deze te verslaan. Quick attack. Fuck. Daar gaan we met mijn fucking Flamie. Dat is mijn ene sterkste Pokémon op het moment. En Hercules, Sparky en Bruce heb ik nog over. Maar Bruce is al gedamaged en die is paralyzed. Oké, we gaan met jou. En we gaan gewoon proberen om... Hey. Oh my god, die quick attack heeft veel damage. Oh my god, Fury attack het amper wat tegen hem. En hij is nog paralyzed ook, jongen. My god, dit wordt echt een fucking moeilijke battle. Want Spice is dood. Jesus. Jongens, ik denk deze battle gaan verliezen. Ik denk het echt. Sparky, ga erin. Sparky, Sonic Boom hem. Oh yeah, Sparky doet tenminste damage. Hij weer paralyzed die motherfucker me gewoon. Hij is irritant, jongen. Iedereen is paralyzed nu. Quick attack. Oké. God, die damage. Ja, nu is hij zeker super heal. Super potion. Fuck it, duck boys. Oké, jongens, deze pot gaat echt heel lastig worden, alsjeblieft. Sonic Boom hem. Lekker, kom op. Er is nog een kans, maar lees ik die damage voor deze Pokémon, jongens. Zo hoog. Oh god, hij doet zoveel damage, jongen. Ik ga proberen met Icy, maar Icy kan niet zo goed tegen zijn aanvallen. Dus Icy gaat het heel zwaar krijgen. Shockwave, ja, als goed wordt hij echt ge-one-shot. Het is allemaal nog een Bruce. Het is allemaal een Bruce aan handen. Bruce, het is jouw kans. Het is jouw moment. Shockwave. Oh man, en hij is paralyzed. Rot toch op. Volgens mij heb ik geen potions om te healen, man. Ja, eentje, een normaaltje. Oh man, 20 punten maar. Ja, Bruce dood. Bruce dood. Fuck it, ik ga één karate chop proberen te geven. Ja. Fuck! Ah, we hebben gewoon verloren deze Pokémon battle. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Shit. Deze Pokémon zijn sterk voor hem, jongen. Ik denk wat ik ga doen als eerste is even... Ik ga even dingen kopen bij de markt. Want deze battle is echt zwaar, jongen. Ik heb geen ground type, weet je wel. Even superkeur. Ik koop even super potions. En ik koop... 3 paralyzed heals. Dus we gaan het even zien. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ik heb nu deze Pokémon shit. Oké. We gaan even kijken of ik het beste met Flamie eerst kan. We gaan het zien, jongens. Oké, moet ik weer die hele fucking puzzel oplossen. Oké. Ja. Oh god. Shit, man. Eerst echt deze twee dapies vechten. God damn it. Hier heb ik helemaal geen zin in. Kom op, we gaan proberen zo min mogelijk damage te krijgen. Nou, het is al mislukt, want ik heb damage gekregen. Kom op, die Voltorb heeft eruit. Heel goed. Oké. Tackle die Voltorb.
Boom. Oké, top. Een Magnemite. En maar die Magnemite is dood. Hoppakee, mooi. Toppertje. Oké, we gaan ervoor, jongens. Come on, Watson. Oké, daar gaan we weer. Kom op. Poging 2 tegen motherfucking Watson. Watson, bring it on dit keer. Leader Watson met een Voltorb. No. Oké, Voltorb. Jongeman, tijd om jou te emberen. Oké, niet al te veel damage. Je spark het ongeveer te veel. Dus het wordt een spannende weer. Kom op. En ik ben weer paralyzed. Kom op. Ah, super potion. Lekker, hij is burned. Hij doet self-destruct met zo weinig HP. Doet hij fucking self-destruct. Dat meen je niet. Flamey. Fuck you, Voltorb. Fucking hell, man. My god, wat een klote Pokémon. Zijn die Voltorb? Wat hij gewoon die fucking self-destruct doet. Hij gaat howlen, tenminste elektrisch ding aan omhoog gaat. Zijn aanvalspower. Maar goed, als het goed is, is deze man dood. Zonder al te veel last en moeite. Fuck joh, hè. Hercules krijgt ook XP. Magneton. We gaan niet voor Pokémon veranderen. Het kut is, nu heb ik geen Flamie tegen zijn fucking Magneton. God damn it. En weer word ik geparalyzed, jongen. Oh, deze battle is zo lastig. En een shockwave. Ja, maar het hoeft niet super effectief te zijn. Het is het ook niet, maar... Alsnog... God damn it, als ik nu graag flame wil hebben. Oké, okay, shockwave, als het goed is, is hij niet dood. Volgens mij komt hij echt op 12 HP uit of zo. Of 6. 11, oké, okay, mooi. 12 HP was dus goed. Sonic Boom moet hem dood hebben. Lekker, ik heb nog mijn Sparky nu. Tegen zometeen die laatste Pokémon van hem. Dus dat is fijn. En Hercules level 20. Manectric. We gaan dus veranderen van Pokémon. Ja, we gaan veranderen van Pokémon. Want, dat gaan we doen. Ik ga Icy erin doen. Icy kan in één keer doodgaan. Maar wat het is, volgens mij gaat de beer zichzelf weer heel veel attack power te geven. Dus ik begin met de super potion. Die heb ik gekocht net. Super potion eerst op Sparky. Sparky die vol HP is. Doet die haal. Ja, en daarna gaan we wat anders doen. We gaan nog één keer geef ik hem die gast even een paralyze heal. Sparky. Doet hij nog één keer haal. Dan gaan we Pokémon wisselen. Hercules gaat er even in. Want hij gaat haal doen om zichzelf fucking veel attack power te geven. Dat doet hij dus de hele tijd. En dan gaat hij mij weer... Oh man. Paralyzed hij me. Klootzak. Mooi, lekkere horn attack dit. Oeh, dat is weer een pittige quick attack. Maar op mijn horn attacks doen hem aardige damage, jongen. Lekker. Deze battle gaat een stuk beter dan de vorige. Helaas is wel mijn Flamie dood gegaan. Come on. Hij two-shot me gewoon met de fucking quick attack, jongen. Hij is sterk, deze Manectric van hem. Ware bruise voor het laatst, jongens. Sparky gaat erin. Sparky, Sonic Boom's ass gewoon. Oh, yeah. Ah, weer dat hij me fucking paralyzed, die klootzak met de Thunder Wave. Kom op, deel. Quick attack? Ja. Oh god, zijn quick attack. Nee! Als het goed is, overleeft hij het nog net. Sonic Boom? Kit, 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 kit. Oh my god. We gaan het doen, we gaan hem super potionen. Ik wil deze zo graag winnen, deze fight. Oké, okay, super potion. Hij had ook een super potion. Het houdt in dat we allebei weer op full HP zitten. Ah man, hij gaat houden, dan heb ik het weer zijn attack omhoog. En Sparky is paralyzed, jongen. Oh god. En hij is paralyzed. Ja, fuck Sparky maar, jongen. Sorry, man. Oh my god, deze dude is zo sterk, hè. Het is niet normaal, man. Thunderwave weer paralyzed, die motherfucker me. En hij is paralyzed. Kan niet bewegen. Revenge. Hij doet quick attack. Oh my god. Maar revenge! Oh! Yes! Ik wist dat hij ging aanvallen. Revenge is een move. Dat betekent als je damage krijgt, doe je hem extra veel damage als in woede of wraak. Oh god, wat een crit. Hij is dood. De nek gaat neer. Bruce! You fucking god! Ja! Bruce komt even opruimen. Hij cleant up. Lekker gedaan, Bruce. Leader Watson gaat neer. Wow, wat een fucking battles weer, joh. Ha, ik heb verloren.
Hier, ik krijg een badge. Hier, dankjewel. Fuck you, man. Oh, Watson, wat was je sterk. En ik heb de Dynamo badge weer in de pocket. Jezus, man. Wil je maar weer Pokémon kunnen Rock Smash bij het battle gebruiken? En je Pokémon wordt een beetje sneller. Hier, neem dit. Een TM34. Alsjeblieft, geef een Spark of zo. Wat is het? Shockwave. Ah, cool. Het is een elektriciteitsaanval die nooit mist. Dus ik kan hem gebruiken op mijn Voltorb. Mijn Electrode, zeg maar. Wat zal ik dat doen? Ik heb gezegd tegen jullie laten even weten of ik hem moet houden, ja of nee. Dus dat ga ik nog niet doen. Misschien later. Maar ik heb de derde badge in de pocket. Holy shit, what the fight. Dit was echt ongelooflijk, jongens. De eerste keer kreeg ik echt een dikke pak slaag van hem. De tweede keer had ik hem gepakt. En dan waren we hartstikke blij, jongens. Awesome sauce. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog. Als je deze episode weer awesome vond. Zie ik jullie graag in de volgende episode. What a fight. Maar ik heb drie badges in de pocket. Mensen, ik wil jullie bedanken. Later nog eens tot ziens. En natuurlijk, peace.